Oké, Ronald Liefding, kort na de wedstrijd Bennekom Dover. Allereerst van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ja joh, ik vind echt dat we een puike partij hebben gespeeld. Ik vind dat we in de eerste helft en in de tweede helft eigenlijk moeizaam begonnen. Dat zij de bovenliggende partij waren. Niet dat het gevaarlijk werd of zo, maar we konden niet aan het voetballen toekomen. Maar ja, na die 10 minuten of kwartier hebben we rustig de wedstrijd eigenlijk kunnen controleren. En hebben we elke keer de vrije man kunnen vinden. Dat was vaak op het middenveld of een back die bij ons door kon. En van daaruit hebben we, ja, vind ik eigenlijk ook wel goed voetbal laten zien. En ja, de goal die dan valt, dat was ja, niet echt een uitspeelde kans of zo. Maar daarvoor hadden we natuurlijk al in ieder geval die kans van Marco gehad. Cornerballen waar we al gevaarlijk uit waren geworden. Maar ja, die 1-0 viel eigenlijk wel op het goede moment en dat was ook een beloning voor de jongens, denk ik, voor het goede spel. Ja, ik vind een mug bij je, maar dat klopt, 35 minuten 1-0. Wat je had recht zegt, die Mark heeft natuurlijk een hele goede kans, 1 op 1 met de keeper schiet hij wat zwak in, maar daarna maken we een hele mooie 1-0, of een goede 1-0. En dan ga je een lekker gevoel de rust in. En volgens mij de tweede helft weer een beetje hetzelfde, hè? Eventjes overwicht verdoven. Ja, dat klopt. Maar wat zij deden is tonen meer naar het centrum halen en kijken of ze daar de lange bal konden geven. Cornelis ging de bal wat verder terughalen. En daar hadden we in het begin wat moeite mee. Maar ook daar konden we daarna weer rustig de wedstrijd zeg maar, overnemen en ja, eigenlijk weer gaan voetballen. Ik vind dat we vandaag ook echt gevoetbald hebben. Dus naast dat we strijd hebben geleverd als elftal, vind ik ook dat we aardig wel aardig gespeeld hebben. Ja, absoluut goed gespeeld. Er is natuurlijk best wel wat gebeurd de afgelopen tijd hier bij Bennekom. En ik denk dat je de neus heel snel de goede kant op hebt gekregen. Ja, en ja, kijk, iedereen doet zijn deel. Maar het is natuurlijk de spelersgroep die zelf ja, volwassenheid heeft getoond en die zelf weet waar het om gaat. En, het lijkt elke week wel een sleutelduel, maar ja, naast dat het een derby is, was het ook een wedstrijd om te kijken of je met de bovenste mee kunt blijven doen. Dat is wat we graag willen. We willen in ieder geval niet in het rechte rijtje. En ja, dat was vandaag 3 punten was wel heel erg belangrijk. Ja, Hans, ik had net even Hans Kraaij voor de microfoon. En die zei ook van degene die deze wedstrijd zou winnen, die doet mee. En de andere haakt echt wel af. Ja, dan krijg je de onders. Ik heb helemaal niks gezien of gehoord van de uitslagen, dus ik weet niet hoe dat is. Maar ja, volgens mij neem je nu een paar keer inderdaad de aansluiting en de rest ja, blijft aan de rechterkant dicht bij elkaar staan en dat is altijd gevaarlijk. Ja. Hey, en dan de 5-6 minuten valt er een rode kaart. Dan denk je met 10 man tegen 11 en 1-0 voorsprong, dat is, wordt alleen maar makkelijker. Ja, we dachten van nu kunnen we helemaal makkelijk de vrije man vinden. En ja, ik zat aan de andere kant. Ik weet niet waar uiteindelijk Mootje zijn tweede gele kaart voor krijgt. Volgens mij was er niet zo heel veel aan de hand. Maar de scheids was vandaag nogal wel wat scheutig, vind ik, met zijn kaarten. Ik vond de tweede gele kaart van Mo was een lichte overtreding. Alleen, weet je, het moment dat net daarvoor een rode kaart heeft weggegeven, dan weet je dat hij dat een tweede gele kaart zou kunnen geven. Maar ik vond hem niet gele kaart waardig. Nee, ja, dat volgens mij ook. Maar ik moet heel eerlijk erbij zeggen, de rode kaart die zij in de tweede instantie krijgen, is ook geen rode kaart. Hij raakt Marco, maar hij speelt ook de bal. En ja, weet je, dan verdient die jongen op dat moment ook geen rode kaart. Ik zal niet zeggen, kijk, ons kwam het niet slecht uit. Daarna konden we echt de wedstrijd een beetje doodmaken. Het hoefde niet meer. We konden lang balbezit spelen. Maar ja, dat bracht wel een beetje tumult en ja, eigenlijk ook een beetje het voetbal weg, laat ik het maar zo zeggen. We hebben het daarna wel rustig uit kunnen spelen. Ja, al met al, blij. Maar daarna de 73 minuten eventjes, Reza Narigota, fantastische actie. En de fantastische goal volgens mij, hè? Ja, kijk, ik ga er vandaag echt niemand uitlichten. Want iedereen heeft echt als elftal gestreden. Maar ja, die goal is echt... ja, weergeloos. En Ray speelde natuurlijk gewoon een berenpartij. En ja, voor zo'n grote jongen is hij dan vrij flexibel nog, hè? Hey, en dan valt het toch nog ergens volgens mij. Ik heb niet echt op de klok gekeken, maar het kan wel de 95 minuten zijn. Toch weer een hele rare 2-1. Ik bedoel, geen fout van iemand. Of tenminste, ja, er gaat altijd een goal een fout vooraf. Maar toch, dan denk ik, het zat er niet weer. Ja, dat klopt. En ik had wel het gevoel dat het eigenlijk altijd was. Maar ja, het heeft natuurlijk al een tijdje stilgelegen ook met die rode kaart. Zeker die eerste met Race. Ja, als je dan toch een kritiekpuntje moet noemen, dan is dat het. Dan gaan we denk ik aan de zijkant te snel liggen. Als we hem gewoon voor ons houden, dan is er verder niet zoveel aan de hand. En
Ja, dan moeten we op zoek naar net iets meer zakelijkheid. Maar ja, dat is maar... Slimmer worden wel, gok me. Ja, maar ja, het is één momentje. Want tot die tijd maken we de wedstrijd wel dood, vind ik. En zijn we eigenlijk niet meer in de problemen geweest. Dus ja, nou ja, een goede leerschool voor de volgende keer. Ik denk gewoon terugkijkend terecht gewonnen. Volgens mij een hele mooie overwinning, toch? Ja, heel zeker weten. Ik vind uiteindelijk dat we terecht hebben gewonnen. We hebben denk ik van de 90 minuten hebben we 65, 70 minuten gedomineerd. Hebben we beter voetbal gespeeld. We hebben elke keer de vrije man kunnen vinden. En nou ja, als je dat dan kunt belonen met twee goals, ja, dat is prima. En we hebben in volgens mij op de juiste manier gestreden. Ja, joh, als je ziet de passie, de beleving. Ik vond dat we echt voor alles wilden gaan. En ja, nogmaals een compliment aan de groep. Dat hebben ze echt allemaal helemaal zelf gedaan. Ik kan alleen maar zeggen, hou dit vast en dan komt er een mooie wedstrijd aan. Ja, zeker. Kijk, we hebben vorige week hebben volgens mij leergeld moeten betalen. Daar zat het ook een beetje op strijd en beleving en passie. Wat bij DFS eigenlijk heel goed was en die daarnaast ook nog goed speelde. Ik vind dat we vandaag hebben we het omgedraaid. En dan zijn wij degene geweest die dat hebben laten zien. Positieve wending, goed gedaan. Dankjewel voor het interview en succes volgende wedstrijden. Ja, dankjewel.